We zijn in de souterrain van de Jacks League. De nummers 15 en 17 tegen elkaar, allebei maar één keer gewonnen. Dat betekent dat het zelfvertrouwen hier niet tegen de plinten omhoog klotst. En beide ploegen wat voorzichtig aan de wedstrijd beginnen. IJsselmeervogels uiteraard in de traditionele shirts en dat geldt voor Tech ook in het oranje. Ploeg uit Tiel krijgt hier de eerste kans via Bo van Essen. Speler die er toch al vier in heeft liggen. Terwijl met name Mengering gehaald is vanuit Katwijk voor de goals. Maar echt lekker loopt het nog niet met het elftal van Van der Haar. Maar goed, dat geldt ook aan de andere kant natuurlijk voor het elftal van Geert-Peter de Gunst. Die onder druk is en nu weet dat hier een voorsprong is. Moerdat El Hadouti is de maker. Ja, hij had nog geen doelpunt gemaakt. Was er naar op zoek. Nou ja, hier heeft hij hem dan. Goeie goal. En hij is om meer vogels na 10 minuten al op een 1-0 voorsprong. En Tech scoort dit seizoen zeker niet zo makkelijk. Hier is El Idrissi. En ja, met een beetje hulp van de keeper. Maar dat geeft helemaal niks. Jamie Schaap krijgt hem niet onder controle. En juist de man die de laatste weken veel meer had moeten scoren. En de kansen liet liggen. Oudspeler van GVVV is er nu doorheen. En er zo stroomt nu weer water door de leiding. Eindelijk zou je zeggen. En nu maar hopen dat de Tech daar ook verder van gaat profiteren. 1-1 is de stand. En nu mag IJsselmeervogels weer. Speelt dan ook val op een bepaalde manier onbevangen. En met name aan de hand van deze El Hadouti. Tweede doelpunt maakt hij op deze avond. Dat is natuurlijk prettig. En het is een mooie goal. Waarmee die Tech dus voor de tweede keer in deze wedstrijd op achterstand zet. Tech mag weer een antwoord gaan formuleren. Het komt er uiteindelijk niet van. Marciano Mengering zit er hier dichtbij. Het is nog niet helemaal gelukkig. Het huwelijk tussen de oud-Katwijk-speler. Die in 7 jaar 100 goals maakte in het Vissersdorp. Ja, daar hadden ze er in Tiel graag ook wel een paar van gehad. Hier IJsselmeervogels met Angulo. Colombiaan die de bal voorlangs schiet. Ja, Tech won ook nog maar één keer. IJsselmeervogels lijkt nu op weg naar de tweede overwinning. Maar nee. Bo van Essen. Als er al iemand scoort in het oranje voor het team van Hans van der Haar, dan is het deze Van Essen wel. Het is nummer 5. Terwijl daar de auto's voorbij rijden die echt helemaal geen idee hebben van het belang van deze goal. Kunnen we dat wel roepen, want het is 2-2. Eigenlijk iets waar beide ploegen niet zo heel veel aan hebben. Een gelijkspel, ja, je verliest niet. Dat is dan nog wat, maar kijk eens, hier is Tekka nog heel dichtbij. Maar een goede redding van de doelman Zwaneveld. Het is El Idrissi die daar bijna zijn tweede doelpunt van het seizoen maakt. En zo meer vogels dan maar weer eens. Zijn op bezoek hier. En deze gaat er net niet in. Ja, dan zit het ook niet mee voor Jarno Westerman. Die El Hadouti is komen vervangen en eigenlijk hetzelfde wil doen dan degene waarvoor hij in de plaats kwam. 2-2 is de uitslag. Weer geen overwinning voor IJsselmeervogels en voor Hans van der Haar en Tech.